kijken naar een bagagewagen uit 1914 die in 2002 is teruggevonden in Roemenië. Een Nederlandse bagagewagen. En dat was voor ons aanleiding om hem terug te brengen naar het museum. Dan probeer je als museum de geschiedenis te achterhalen van zo'n wagen. En we weten dat hij in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers naar Oost-Europa is gebracht. En daar mogelijkerwijs gebruikt is voor de zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de spoorwegen. De jodentransporten. Het Spoorwegmuseum vertelt verhalen. En bij elk verhaal zoeken we de juiste manier om dat te vertellen. Het verhaal van de jodentransporten in de Tweede Wereldoorlog is een moeilijk verhaal. En toen we eenmaal de beschikking hadden over deze bagagegoederenwagen, die iconisch is voor die periode, konden we eindelijk het verhaal integer en indringend vertellen. Op 15 mei 1940 rolt het eerste materieel met Duitse soldaten de straten van Utrecht binnen. Utrecht is niet meer van Utrecht, Nederland niet meer van Nederland. De Duitse haat tegen de Joodse bevolking uitte zich in kleine en grote pesterijen. Reisverboden werden afgekondigd, openbare plekken mochten niet meer worden bezocht. Het was de bedoeling van de Duitsers bij de inval om het allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat was een keuze, de keuze ook van Seyss-Inquart, de plaatsvervanger van Hitler. Het was om het leven zo goed mogelijk door te laten gaan. Na een paar maanden begon de Wehrmacht op grote schaal orders te plaatsen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft die eigenlijk volledig uitgevoerd. En dat had tot gevolg dat er een spectaculaire economische groei is ontstaan in de eerste twee oorlogsjaren. Dat vergeten we nog wel eens, maar de eerste twee oorlogsjaren gaven cijfers waar alle ministers van Financiën tegenwoordig hun vingers bij zouden aflikken. Groeicijfers. En ten tweede, wat eigenlijk nog spectaculairder is, we kwamen uit de crisis met een enorme werkloosheid. En aan het eind van het jaar 40, dus na een half jaar, meldt Seyss-Inquart in een interview met een Duitse krant: we hebben de werkloosheid opgelost. Dus je kan zeggen dat het leven niet alleen gewoon doorging, maar dat de crisis was opgeheven, dat het eigenlijk heel erg meeviel. Doelbewust beleid van de Duitsers. Maar je moet één uitzondering maken. Dat was natuurlijk niet het geval voor de Joodse gemeenschap. Mijn moeder woonde in de Mariestraat. Samen met haar ouders. Die hadden daar een meubelzaak. En twee zusjes en een broertje. Dat was het. En ze ging daar gewoon naar school, speelde op straat. Leefde daar als een redelijk traditioneel Joods gezin. Mijn moeder is in 1925 geboren en was de oudste. En ik weet wel dat haar ouders nog plannen hadden toen de oorlog uitbrak om naar Engeland te gaan. Er was wel strijd tussen haar moeder en haar vader, hè, van het hoeft niet en Jacob, laten we nou maar hier blijven. Maar hij heeft toch kaartjes gekocht, maar dat lukte niet meer. Ze waren te laat. Die kaartjes zijn nog wel gekocht om met het gezin van zes te vertrekken. Maar de boot ging niet meer, ze konden niet meer weg. Mijn moeder zat net op de middelbare school, hè, en dat kon niet meer. Dus toen was er een klein schooltje van kinderen die allemaal zo'n beetje op de HBS zaten, die bij elkaar op een andere plek les kregen, hè, want de gewone middelbare school mochten Joodse kinderen niet meer naartoe. Mijn moeder die ging op een gegeven moment naar het Willem in de Kinderziekenhuis, redelijk vlakbij vanaf de Mariestraat, hè, op Nieuwegracht. En daar bleef ze veel en dat was een min of meer veilige plek. Of je daar nou ziek als patiënt was of een beetje in bed ging liggen of een beetje ging helpen.
En daar werd een jongen opgenomen, Henk Pluim. En die had polio. En daar kwam ze mee in contact. En op een gegeven moment heeft ze tegen die jongen gezegd van... wil je niet eens aan je ouders vragen of ik bij jullie mag komen? Onderduiken. En dat heeft hij gedaan. In 1942 gaan de deportaties beginnen. In heel Europa. Want in januari 1942, dat is in Berlijn... de zogenaamde Wanzee-conferentie. Dat is een vergadering in een pand aan de Wanzee... waar staatssecretarissen, topambtenaren bijeen zijn. Niet om te besluiten tot de Joden behoort. Want daar is al toe besloten, maar om het te organiseren. En om de hele logistiek van de Jodenvervolging te bepalen. En dan wordt ook bepaald welk land hoeveel Joden zou moeten leveren, tussen aanhalingstekens. Die transporten, het wegbrengen van de mensen naar Westerbork, van de hele Joodse bevolking vanuit heel Nederland en dus ook vanuit Utrecht, dat gebeurde heel geniepig. Mensen hadden een oproep gekregen, de Joodse bevolking had een oproep gekregen. Meld je maar op dat en dat station. Af en toe het Malibaanstation, af en toe het Centraal Station. Mensen gingen daar inderdaad rustig met hun koffertje naartoe. Om 11, 12 uur 's avonds werden op de trein gezet naar Westerbork. En de volgende morgen kwamen de buren er dan misschien achter van waar is de familie Cohen gebleven? Weg. Niets van gemerkt. Aan de Nieuwe Gracht in Utrecht huisvestte het Centraal Israëlitisch Weeshuis. 70 kinderen tot 21 jaar oud woonden hier. Heel vroeg, na het begin van de deportaties in oktober 1942... werden zij samen met hun 10 begeleiders opgehaald door de Duitsers en naar het Malibaanstation gebracht. Met tussenstops in Amsterdam en Westerbork zijn zij uiteindelijk in Sobibor terechtgekomen, het eindpunt van de trein. Waarom gingen die deportaties per trein? Om twee redenen. De eerste is de logistieke kracht van de spoorwegen. Je kan heel makkelijk een grote groep mensen van punt A naar punt B brengen. Dat is punt 1. Het tweede is, de trein is ook een redelijk anoniem vervoersmiddel. Het valt niet zo op. Als je die mensen per vrachtwagen had willen vervoeren, zeg een groep van 250 personen, had je 10, 15 vrachtwagens nodig had, dat zou een heleboel consternatie teweeg hebben gebracht. En dat was nou juist iets wat de Duitsers niet wilden. Ze wilden het in alles stil te laten plaatsvinden. En dat lukt dus ook. Nou, de spoorwegen zaten een beetje in dezelfde positie als andere nutsbedrijven. En ook wel het bedrijfsleven in het algemeen. Meewerken of de zaak saboteren en tegenwerken. De NS heeft in grote trekken gekozen voor meewerken. In de zomer van 1940 sluit NS een principeakkoord met de Duitsers. De bedrijfsvoering blijft in handen van de directie zelf. Dat is hartstikke mooi. Maar er staat tegenover dat opdrachten ten behoeve van de Duitsers zonder mankeren moeten worden uitgevoerd. In de zomer van 1940 vermoedt NS dan nog niet, en de NS stopt zeker niet, van wat voor opdrachten er misschien 2, 3 jaar later aan zullen komen. Daarvoor moesten de spoorwegen dan ook opdrachten uitvoeren
waarvan je tegenwoordig zou zeggen dat had je beter niet kunnen doen. Een van de opdrachten is bijvoorbeeld het aanleggen van een aftakking van de spoorweg naar Groningen ter hoogte van Westerbork, een aftakking naar het kamp. Er is een brief, er staat er een paar regels in, de opdracht, u wordt verzocht om een aftakking aan te leggen en die moet dan en dan klaar zijn. En er stond in de laatste zin ook bij, na een jaar kan die weer worden afgebroken. Dan moet je misschien de vraag stellen van waarom vragen ze ons een spoorlijntje aan te leggen wat een jaar operationeel moet zijn. Wat willen ze gedaan hebben dat het maar een jaar nodig is? Ja, nu zeggen wij, ja, dat was de tijd die de Duitsers inschatten om de hele Nederlandse Joodse bevolking vanuit kamp Westerbork verder te transporteren. Die brief is later in het Nürnberger proces zelfs als een bewijsstuk opgevoerd, omdat dat bewijst wat precies de bedoeling van de Duitsers was, namelijk de Nederlandse Joden binnen een jaar afvoeren. Mijn moeder wilde dat dat broertje, haar enig broertje, Flip, meeging. En dat wilden ze haar ouders niet. Nee, die vonden het natuurlijk al heel erg dat zij wegging. Het was natuurlijk eigenlijk heel bijzonder, hè, dat zo'n meisje van 17 tegen je ouders inging. Dat je wegging, dat je iets voor jezelf regelde. Maar blijkbaar heeft ze een soort voorgevoel, visioen, ik weet niet hoe je het moet noemen, gehad om toch te zeggen, ik blijf niet bij jullie, ik ga weg, want het gaat niet goed met jullie. En heeft heel veel moeite gedaan om dat broertje bij zich te houden. Hij is er ook nog wel eens twee keer geweest, gelogeerd. Maar dan kwam toch, moest hij werd weer opgehaald. Mijn zusje en mij weten niet beter dat ze op een gegeven moment met het gezinnetje, hè, dus de drie kinderen en hun moeder, in Maarsen zijn verraden en naar Westerbork zijn gevoerd. Nou ja, wat ik ervan weet, hè, ze waren natuurlijk een stuk jonger dan mijn moeder, hè, tweeling. Mijn zus en ik weten niet zeker, hè, dat is nooit bewezen, of ze ook nog in Auschwitz door mengelen, omdat ze een tweeling waren, experimenten zijn gedaan. Of dat ze meteen vergast zijn. Want ze waren natuurlijk kind. Kinderen werden al heel snel, daar had je niet zoveel aan als werkkracht, dus dat werd meteen afgevoerd. Mijn moeder vermoedde wel weer dat het wel is geweest. Misschien heel kort, misschien ook niet. Gustav Giesbergen is ten tijde van de oorlog verantwoordelijk voor de dienstregeling op het Nederlandse spoor. In 1940 werd hij door de NS-directie aangesteld als aanspreekpunt voor de Duitse bezetter. De opdracht van SS'er Adolf Eichmann om Joden naar de kampen in Westerbork en Vught te transporteren werd dan ook door hem mogelijk gemaakt. Voor deze transporten stuurde hij rekeningen naar de opdrachtgever, de SS. De rekeningen werden betaald met het geld dat kwam uit de in beslag genomen Joodse huisraad. Dat soort documenten hebben de Duitsers waarschijnlijk in april, meidagen van 1945 massaal in de brand gestoken. Er zijn getuigen verslagen van dat er inderdaad vuren heerste eind april daar bij, rondom Hagen bij Drie. Allemaal olievaten waar allerlei paparazzen werden verbrand. En ja, dan mag je eigenlijk wel gevoeglijk aannemen dat dat juist die documenten zijn geweest die niet alleen voor de NS, maar ook voor de Duitsers natuurlijk belastend zouden zijn geweest. Het is algemeen bekend dat de Joden hun eigen ondergang hebben gefinancierd. Dat gold in het grote verband gold ook voor details. Dus de treinkaartjes voor het afvoeren van de Joodse bevolking zijn uit Joods geld gefinancierd. En dat kwam voort uit de maatregel die al een jaar eerder, al in 1941, genomen is. Namelijk het financieel leegschudden van de Joodse bevolkingsgroep. Als organisatie, net als alle organisaties, heeft NS eigenlijk helemaal geen verzet gepleegd. Dat is niet bij de politie gebeurd, dat is niet bij de ambtenaren gebeurd, dat is niet bij de onderwijzersbonden. Dat alle verzet was eigenlijk altijd individueel. En dan moet je de vraag stellen, hoe zat het dan bij het verzet van die individuele NS'ers? Dat is gebeurd, maar mondjesmaat. Er is een poging gedaan bij de april-meistaking in 1943 om de
spoorwegen te laten meestaken. Er is een secretaresse geweest die zich daarvoor heeft uitgesloofd. Ik ken de details niet, maar het heeft er op geleken. Op sommige plekken is ook een stakingsdevies doorgekomen op sommige stations. Uiteindelijk is dat weggehaald en is die spoorwegstaking niet doorgegaan. Terwijl het wel een hele grote staking in het hele land was. Wat doen de spoorwegen? Vrijdag heeft in Utrecht bijna een derde van het personeel de hoofdgebouwen verlaten. Om 13:30 wordt een bericht. Staking om 14:00. Aan 18 hoofdstations op eigen gezag doorgegeven door een telefoniste. Mejuffrouw G. Hackett. Ze werd tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Maar bijna al die stations bellen terug naar het hoofdbureau. En het hoofdbureau doet uitdrukkelijk weten. De spoorwegen, waar zoveel in Nederland van afhangt. De spoorwegen blijven ook onder deze omstandigheden rijden. Ze hebben getolereerd, de ogen dichtgeknepen bij pilotenvervoer, bij het vervoer van verzetskranten. Natuurlijk, dat mag je rustig een daad van verzet noemen. Maar het daadwerkelijk saboteren, het stilleggen van jouw functie. Dus ook bijvoorbeeld het vertikken om weermachttransporten uit te voeren. Of die zelfs maar keihard te saboteren. Ja, dat is wel weer door individuele NS'ers wel gedaan. Maar door NS als organisatie absoluut niet. Op de bewuste vrijdag bleek dat in verschillende bedrijven personeel ging staken, hebben wij zo spoedig mogelijk met onze personeelraad overlegd wat ons te doen stond. Daarbij kwam naar voren dat van een neiging tot staken van ons personeel weinig was gebleken en vastgesteld werd dat een van boven aanbevolen staking tot mislukking zou zijn gedoemd. De staking had alleen maar zeer partieel kunnen zijn, zouden de Duitsers bloedig zijn onderdrukt en bovendien was dan de kans verkeken om, zoals ons plan was, bij een nieuw gevechtsfront in Europa de spoorwegen te laten staken. En er is maar heel weinig verzet geweest. Hè? En er is natuurlijk wel op een gegeven moment één keer een groot verzet geweest. Maar hoeveel, of is af en toe een ambtenaar of is een machinist die zei, ik doe het niet. Maar ja, hadden ze keus? Ik weet het niet. De vraag of bij de spoorwegen bekend was wat het lot zou zijn van de Joden is moeilijk te beantwoorden. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Ik denk dat ze niet precies wisten wat er gebeurde. Ik denk dat heel veel mensen wisten dat ze het heel zwaar zouden krijgen en dat het wel slecht zou aflopen, zou kunnen aflopen met ze. Maar de manier waarop het in Auschwitz en Sobibor en andere kampen toeging, daarover was niks bekend. Het druppelde heel af en toe wel eens iets door. Het werd niet geloofd. In het begin denk ik dat mensen het inderdaad niet wisten. Maar op een gegeven moment wist men het. Er werd veel te veel. Dat zie je ook uit allerlei geschriften. Het ghetto in Polen. Hè, waar ook mensen terugkwamen en zeiden, jongens, het is geen werkkamp. Jullie worden er gewoon meteen vermoord. Hè? Maar je kon het haast niet geloven natuurlijk. 17 september 1944, de geallieerde luchtlandingen bij Arnhem en vanuit Londen komt dan ook het bevel naar NS. Jongens, plat. NS volgt dat bevel op en inderdaad, de spoorwegen gaan eindelijk plat. Toen moesten ook alle spoorwegwerkers onderduiken en is die situatie ingetreden waar de directie altijd bang voor was. De spoorwegstaking is door de Duitsers beantwoord met een blokkade van de grote steden in het westen. Die de oorzaak van de hongerwinter is geworden. De hongerwinter is na de Jodenvervolging de grootste ramp die Nederland getroffen heeft in de oorlog. En er zijn nog altijd mensen die dat de spoorwegdirectie verwijten, dat zij, en de regering in Londen natuurlijk, dat zij die spoorwegstaking hebben laten doorgaan. Ja, dan kan je zeggen, ze hebben ze zelfs daar verdiend aan het afvoeren van Joden. Dat is allemaal achteraf en met de kennis van zijn natuurlijk niet fraai. En dat is ook een vlek op het blazoen van de spoorwegen. Of je daar individuele spoormensen harder moet vallen of de directie van de spoorwegen, dat is zeer de vraag. Dat moet iedereen voor zich maar uitmaken. Ikzelf kan me wel voorstellen dat deze beslissingen genomen zijn. Maar ja, het blijft natuurlijk hartverscheurend dat je op die manier hebt meegewerkt.
En ze vertelde ook altijd wel, toen de oorlog was afgelopen, dat iedereen natuurlijk heel blij was. En dat zij zei, nee, nu, ik ben niet blij. Ik ben wel blij, maar nu begint het voor mij eigenlijk pas. Want ja, dat, ze wist toen al bijna zeker dat ze haar ouders en zo niet terug zou zien. En die heeft ze ook niet teruggezien. En heel veel van die hele Wijzenbeek-familie niet. En ook van mijn grootmoeder, de danser, heet de danser, ook niet. Allemaal vermoord. Echt een enorme aantal. Mijn moeder had het altijd over ver in de 80. Na de oorlog had ze heel veel moeite om het leven te dragen. Het was natuurlijk heel moeilijk. Hè? Ook een soort, ze noemden dat in de psychiatrie, psychologieboekjes, wel een soort survival's guilt. Waarom heb ik overleefd? Het was misschien makkelijker geweest als ik er ook niet was geweest. Hè? Want ja, waarom ik? Je draagt dan toch dat verlies. Hè? Ze heeft ons ook wel gevraagd van, ze had ook wel graag gecremeerd willen worden. Zo van, nou ja, net als mijn ouders. Maar het is heel erg tegen het Joodse geloof om iemand te cremeren. Dus mijn zus en ik hebben het niet gedaan. Dat wist mijn moeder, dat we dat niet zouden doen. Dus dat heeft ze ook gezegd, ik laat het bij jullie. En dan zegt dan gaan we je gewoon begraven op de Joodse begraafplaats. Naast mijn vader. Zit de oorlog ook nog in u? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Blijft dat? Tuurlijk. Ik bedoel, mijn twee ouders die dat stukje hebben. Kan niet anders. Nee. Wij spreken meer dan 60 jaar na dato. Ik kan in het hier en nu slechts uitlatingen doen die in de context van vandaag passen. Daarom bied ik nu toch uit de grond van mijn hart en in alle bescheidenheid namens de Nederlandse Spoorwegen mijn oprechte verontschuldigingen aan de Joodse gemeenschap en aan alle andere betrokken groepen.